Deze aflevering van Praten met Dellefsen is mede mogelijk gemaakt door Quavita Watervitalisering. Gegarandeerd tevreden klanten, mensen, dieren en planten. Goed mensen, het is een mooie witte dag. Ik zit hier in Dellefsen aan de Fabiushof met een hele bekende Dellefsenaar. Die heb ik laatst ontmoet op het Bukkum toernooi. En toen hadden allerlei mooie verhalen, maar ja, ik had niet meer tijd. Dus ik zeg, Benny, kom binnenkort een keer bij me langs. Benny Offenberg. Fijn dat je bij me mag komen. En we hebben al een lekker bakje koffie gehad van Leni. Dus we zitten er helemaal geklaven. En wil je me eens vertellen, Benny, waar ben je nou eigenlijk geboren? Ik ben geboren in de Wilhelminastraat nummer 12. Aha. Midden in 2010-1944, net aan het eind van de oorlog. En mijn vader die had een schoenzaak. Ja, dat was een bekende Dellefsenaar, hè? Dat was een hele bekende Dellefsenaar. Ja. Ja, dat was een hele bekende. Ja. Hij deed een heleboel werk. En mijn moeder die heeft een hele portie geweest, dus daar had hij allemaal ook nog erbij. Oh, ja. Maar hij bleef altijd vrolijk, hij bleef altijd gezellig. En hoe meer volk. En dan had hij een hele barre schoen. En om er geen naam op te zetten, maar hij wist precies allemaal, die is van die en die is van die. Ja? Ja, ja, hij was een leuke, gezellige man. 1944 ben ik hier geboren. Ik heb er ook nog een stukje krantenknipsel van. Dus bewijs is er. Ja. He? Dus het was eind van de oorlog. De oorlog weet je dus niks meer van. Daar weet je helemaal niks meer van. Maar wel de tijd daarna. En uw vader was dan schoenmaker aan de Wilhelminastraat 12. En voor de mensen die niet precies weten waar het is, waar is dat nu? Het is in het midden van Dal, waar nu de Jumbo is, tegenover Jacobs. De, ja, maar het huidige, maar pand stond waar nu de... Waar nu de groentewinkel gevestigd is. Er was eerder mijn broer heeft dat huis overbruiken. En één muur heeft verlaten staan, want dan was het een verbouwing en anders was het nieuwbouw. En er heeft eerst een hele poos, 15 of 16 jaar, een uitzendbureau in de zitten en er woonde zelf boom. En sinds kerstdagen zit er nu een groentewinkel in. Ja, de nieuwe groentewinkel van de Dellefsenaren uit Ponsdeen. Ja. Nee, hartstikke fijn. Ook binnenkort ook even kijken. Dus dit pand, en daar hou je ook nog een mooie foto van, door Benny geboren. Ja. En was dat groot gezin, klein gezin? Ik had, ik ben met z'n vieren en mijn vader had goed verdeeld twee meisjes en twee jongens. Ja. En mijn broer die woonde op het huidige pand en mijn zuster en Fjorden een zaak hadden in Kampen, lederwaren van Beek. En die is met de verder gaan intussen teruggekomen naar Dellefsen. En mijn jongste zuster, die is 18 jaar is naar Zwolle gegaan. Die is onderwijzeres en daar zag al die blind wonen. En daar woont ze nu nog. Ja. En uw vader die was schoenmaker? Mijn vader was schoenmaker. Te Dellefsen. Maar die kwam niet uit Dellefsen, hè? Mijn vader die kwam van oorsprong uit Heino. Daar had zijn vader, dus mijn opa, die had ook een schoenzaak. En toen is mijn vader die is naar Dellefsen gegaan. Mijn andere broer van mijn vader die is op het Aldershuis gebleven, die is ook schoenmaker. En dan de jongste broer van mijn vader, die heeft eerst bij mijn vader gewerkt. En die is nadat hij de schoenzaken begonnen in de Assendorp, toen we de porters krijgen. Dus met allemaal schoenmakers. Ja. En, maar ik ben geen schoenmaker? Hoor. Ik ben geen schoenmaker, want daar ligt me helemaal niks. Nee? Nee, helemaal dat... niks. De dubbeltjes werken en die fine spiegeltjes en zo, nee. Dat leek me niks. Oké. Was dubbeltjes werk? Ja, het was echt dubbeltjes werk. En als ik dan zie, dan kwam dat ook natuurlijk dat mijn moeder ziek was. Maar als ik dan zie wat voor nu en dat is mijn vader maken. En soms, dan weet ik nog wat dit is, soms. Dan zat er altijd een uur of tien in de werkplaats. Want dan was op de radio de dinsdagavond, bonte dinsdagavond of zo is dat. Nou, dat vond ik prachtig. Maar hij zat er soms ook heel vaker, dan ging ik al weg. Dan zat hij nog in de schoenmakerij, want die en die moesten de schoen nog gloren, maar die moesten de zondag naar de kerk. Ja, ja, ja. Ja, ja, dus die zei, nee, het is heel druk geweest. Maar moest je ook helpen als kind zijnde? Of? Nee, ja, nee.
Ik sneem je twee keer in de vingers en toen zegt mijn vader, dat doen we wel eens. Express dan? Ja, dat moet niet helpen. Nee. Een keer het schoen wegbrengen of zo, maar ja. Voor de rest niet, dat leek me niks, helemaal niks. Maar uw vader die had een schoenmakerij, dus er was echt geen schoenverkoop, hè? Nee, we hadden ook een winkel. Hè? Oh, de winkel? Ja, ja, ja. We hadden ook een winkel erbij. Hij deed foto's van mijn oude zusje met die parasol de bom, daar ja. Was er een klein winkeltje en daarachter was de buitenblaaster. Oh, dus hij moest dubbel op doen, dus ja, verkoop. En mijn moeder is 25 jaar ziek geweest, moest ook altijd nog verzorgen. Mijn moeder was ernstig ziek? Die had een reuma. Ja. En dat was toen in die tijd, daar kon ze weinig aan doen en zo. Hm. Maar als kind zijn heb ik eigenlijk nooit met te maken dat ik met mijn moeder een winkel geen cliënt kom of zo. Nee, mijn paar periodes hebben we wel redelijk geweest, maar over dat, kort genomen, over het algemeen, dat we 24 jaar ziek geweest. En die moest mijn vader altijd zo een beetje tussendoor doen. Dus die man die heeft hard met werk? Ja, mijn vader heeft heel hard met werk. En toch altijd nog plezier, want ze hadden toen ook een toneelvereniging TOP, met Jan Veen en Bernard Lemfring en Wim Willemkamp. Pachaboerti, Bevangerstedt, ja, dat was een hele leuke, ja. Jan Luttenbouw, dat was een hele leuke groep en dat deed ook altijd nog. En dan meestal, als er dan vrouwen rondom aan de Dimmivaar, ja. Zag het er vrouwelijk uit? Ja, nee, dat niet, maar dat was gewoon geschikt voor mijn vader. Had echt de humor ervoor, nee, en Jan Kloosterman, nou, dat waren echt hele mooie dingen eerder. Ik heb ook nog een foto, mijn vader die is wel ouder geworden, ondanks al het harde werk. Mijn vader is ouder, 92, hè? Bijna 91. Bijna 91, dus. Ja, maar daar was ik zelf altijd bang voor. Ik denk dat mijn vader zometeen de zaak aan de kant gaat doen, dan effectief voor mijn moeder, en dan zometeen dan is hij nog eerder uit de tijd als mij. En dat is gelukkig niet gebeurd. Mijn vader heeft, na de tijd nadat mijn moeder overleden is, en mijn vader nou, 18 jaar of zo, toch echt plezier had. Hij ging dan af en toe nog eens een keer, toen hij nog kwam, op de fiets naar Heino zijn broer helpen, of naar Zwolle zijn broer helpen met schoen maken. Ja. Nou, en dan de laatste jaar altijd gezellig in de... We hebben toen de winkel even verboden, dus hier een grote kamer gewoon. En daar zat altijd, en dat vond hij hartstikke mooi. Hm. De winkel is niet voor de zetdeur van mijn broer? Nee, dat was geen ene wonder. Mijn broer die zat in de elektro. Hmm. Nou, en ik zat er dan in de techniek en mijn zuster die had dan een filiaal van Beek in Kampen. Nou, Marianne die is met 18 jaar aan de Zwolle gegaan. Dus. Ja. Ja, dus een drukke vader, zieke moeder, dat betekent dat jullie als kinderen niet in de weg moesten lopen. Nee, dus maar ik zie de kleine Benny wel op buiten lopen. Door aan weer volle tien op naar buiten en nog eens en op straat te spelen. Precies. En als je hem terughaalt, zo een jaar of 6, 7, 8, 9, 10 tot 12, zeg maar de basisschool leeft. Welke school heb jij nog al? Ik heb naar de Syriake school gegaan, dat was bij ons net achter thuis. Oh, daar kon je kroepen daar. Daar kon kroepen daar. Ja, daar kon kroepen daar. Syriake school hielden die toen nog, hè? Ja. Later de Smits af. Toen ze een nieuwe bouwde hebben, toen... Voor de jongeren onder ons, de Stiet Noord de Lidl, hè? De Stiet Noord de Lidl, ja. Er stond een huisartsschool, er stond een lagere school en er is een kleuterschool. Dat ze allemaal in die contrain door worden Jumbo zit en worden Lidl zit. Ja, en de nonnen waren door de baas, hè? De nonnen worden nu het klooster. Ja, ik heb niet anders gehad als lessen van de nonnen. Ja. Eén keer één jaar juffer de Berg, en die leeft nog, die was trouwens met Wolfgang. En die leeft nog. Oh. Daar heb ik nog een jaar lessen van gehad. Maar de eerste beginjaar had hij van de zusters van de nonnen. Ja, je wist het niet anders, dus ja, nee. Dat was toen niet raar, maar kun je ons niet voorstellen. Nee, want, nee, nee, mijn kleindochter die moest een opstelling maken voor scholen. En toen zegt ze van, opa, wat heb je, een juffrouw of een meester? Ik zeg, een non. Een non, zegt ze, wat is dat dan? Ik zeg, dat is een zuster. Zat je op de school bij het ziekenhuis dan? Ik zeg, nee. En toen moest ik daar eerst nu leggen wat er was. Ja. Oh, dat was maar het was wel gemeen, Dalfsen was wel modern in Limveld. Doorgaans een jongensschool en meisjesschool. Ja, ja. Nee, bij ons was gemeen. Bij ons was gemeen. En nou dat die was nog mooier, want er kwam de huisartsschool erbij. Ja, dat was voor ons daar weer net van school af waren en zo. Ja. Nou, dan gingen we door met die hoeren en zo. Ja, dat was altijd gezellig.
En wat hij daar zo op straat loopt als kinder van, nou ja, pak een beetje basisschoolleeftijd, wat kun je ervan herinneren? Ja, wat ik me herinneren kan, dat is ten eerste was ik aan mijn naam Swiepers kwam. Swiepers. En dat komt bij de verdiep, bij de klooster, gaan we een hele lange hoge dennenboom. En dan deden we als jongens een touwboom mee. En dan trokken de jongens naar beneden en dan gingen er een aan de top van de boom hangen en dan lieten ze het touw los. Ja. Nou, dat is, je moet het zo zien, dat is waar je nooit tegenwoordig bungee, maar dat deden wij toen al, wat die jongen had. Nou, en maar wat doen we, hoe werkt het? Moest je aan het touw vasthouden? Nee. Er zat een touwboom in de top van die dennen, hadden we vast touw. Ja. En dan trokken twee, drie jongens die trokken eraan, ja. De kop van de boom naar beneden, ja. Dan gingen we hier aan, ja. Ikken, en dan lieten ze de touw los. Dus dan vloog ik naar boven. Vloog je gewoon mee? Dan vloog ik gewoon mee. Nou, dat was geweldig. Ja? Ja, dat was geweldig. Dat is toch staatsgevaarlijk? Ja, nou, maar ja, dat zie je dan niet in. En vroeger kon die een boom zo hoog winnen als we nesten uit gingen halen, of ik doe hem er wel in en ik haal de boel er wel uit. Toen was één keer ben ik uitgeleden en toen kwam ik met de hiel in een gat van een boom, een vernauwing van een boom. Nou, dan ging ik met de kou naar beneden en ik kon er niet weer naar de boom komen. Nou, toen ben ik jong naar mijn vader gegaan. Mijn vader moest er zorgen dat er een ladder, een brandweerladder kwam en die heeft ze mee weer uit de boom gehaald. En vandoor die dame Swiepers. Maar ja, god, en wat ik ook altijd, dat vergeet ik ook nooit weer. Dan gingen we met al dat nieuw, dan bij de Smit Biskop, die woonde dan ook achter ons. Dan gingen we bij die kabinnenbaan en dan gingen we schieten. En dan, dat zie ik nog niet meer. Dan gingen we naar Bernard Nijboer, die nu weer vroeger James Watt, want die had van alles, die vond van alles uit, ja. En die had ook van alles. Ja. En dan kochten we kruid, en dan pakken we een grote balte met een moer, en dan gooien we de kruid de boom mee, en dan draait hij er oorlog vast aan, en dan gooi je hem in de lucht op, en dan houdt hij daar een grote balte aan het touw, en dan sloeg het in de muur aan, en dan knapte hij. Oh, dat was geweldig. Dat was heel mooi. Niet gevoelig en zo? Ja, dat was eigenlijk niet gevoelig, want ik bedoel, het was vroeger niet meer zo'n grote melkbus, het waren allemaal van kleinere busjes en zo. En wat ik ook heel mooi vond, dat was vroeger, en dat kennen ze niet meer, maar dat was op de weg die, en dan was streepjes gooien. En zoals we zeggen, streepjes gooien, wat is dat? Ja. Dan maken ze een streepje op de grond en met een rechthoekig hokblokje erin. En dan gingen we naar een bepaalde afstand en dan met centen gooien. En wie dan met die cent precies in dat blokje kwam, dan de geld dat voor de streep lag, dat was dan voor degene die wonen had. En de nou, dat ging dan in de pot. Maar toen waren we een kleine jongen, dan mochten we af en toe een keer meedoen, maar boy de graaf en Biskop en Heilof en Kuddelboer die van de Vechten, die zwart elke zondag man, daar waren ze nog bezig met streepjes gooien. Nou, yeah. Ja, dat was mooi. En dan geld dat in de pot ging, nou, dan kochten ze door, als er weer een paar zijn is, dan kochten ze door een flesje drank voor. En dan smunnen ze een balletje en dan kregen we een paar snoepjes. Nou, dat herinner ik me nog heel goed. Yeah. Ja, dat was gewoon een soort sociaal gebeuren. Ja, dat was een volle mensen kieken. Ja. En dat was net zo van dezelfde mensen die dat ja, mede in Bisschop, die Mul was molenmaker en Paul Bisschop, die werkte bij Essus. Dat was zo'n heel clubje bij elkaar. Nou, maar dat was ook vaker bij elkaar, want Heilof en Bisschop en nog een Bisschop en Boy de Graaf, die hadden allemaal doen. En als ze dan doen binnenkwamen, dan waren ze door in de buurt en dan zagen ze elkaar op wie die doen kwamen. En dan als ze maar door kwam, dan was als ze durven de fiets te pakken. En dan moesten ze over de molen die ik nog veen fietsen. En dan door moest hij klokken. Want dan had je nog een ring, een gummi ring. En bij veen, dat was een centrale post. Yeah, yeah. En door gingen, moesten ze klokken. Oh. En dan kon wel eens zien dat ze elkaar eens wat van de fiets zouden. Of ja, yeah. Om het eerste bij veen te komen. Te ja, wie dichtste bij de klokken ja. Wonen, die had het ja, voordeel. Ja, dat voordeel. Nou, en wat ik al zei, met die katapult schieten, ja, god, dat was ook. Katapult schieten, ja. Ja, katapult schieten, dat deden we op
op de Ronde Vuilnisbelt. Waar was die Vuilnisbelt? Die Vuilnisbelt wat door de rondweg is, wat Bellingenweer. Maar de, eigenlijk waar de weg al is, waar door de rondweg ligt, dooral. Dat was direct bij ons Dikkie en dan naar de Vuilnisbelt. En dan kon je ook zo, s'winters, kon we zo vanaf de schoolen, deden we de schaatsen onder. Want er was altijd hoog water, laat maar zeggen, 2-3 keer in het jaar ging de weg te druk. Ja. Maar er staan vroeger, toen vroeger nog wel worden. En dan konden we zo vanaf de school, vanaf het plein waar de dik over, konden we zo schaatsen, toen helemaal tot aan rechten. En toen namen ook de weg over? Nou, soms wel, want daar kan ik me nog wel een verhaal van vertellen. Ik had een keer, toen was Swinters al die nog, en dan was er op een gegeven moment de kruinde ijs, want dat stokte dan bij de bruggen wat. En toen waren er allemaal, schotsen. Nou, en een weddenschap met die jongen onder elkaar van, wie over die vechten over die schotsen. Nou, en ik zei, nou, dat durf ik wel. En toen waren alle geweest, en toen begon dat steeds verder in elkaar te dreven. Maar toen was er al iemand, die, ik weet niet wie, maar die was al naar mijn vader gelopen. En toen kwam mijn vader lopen naar dat ik over de weg over die schotsen liep. Nou, dat heb ik wel weten. Ben je er van deur of ben je teruggekomen? Nee, maar dat was aan de andere kant. Maar ik wil niet nu zijn. Dat was aan de overkant, dat was Bellingenweer. Ja. En daar stonden alle burgemeesters. Die zijn door, eerst is een poosje weg. Toen mijn vader weer weg was. Maar ja, op een gegeven moment ben je toch weer tussen. Nog een boel volk, maar zulke dingen dat er gebeurd was. En maar de katten schieten, dat deden wij altijd bij de Vuilnisbelt. En dan hadden we allemaal flessen zat. En dan gingen we schieten met de katapullen. En dan wie de flessen gekort gehoord. Nou, toen op een gegeven moment was Nimrod, was zijn goudschuld. En die woonde ook onderaan de kerken. En die kon ook heel goed schieten. En op een gegeven moment hadden we dan wedstrijden. En toen zegt de Olde Boy de Graaf. Hij zegt, nou, zeg, hier van jullie benen. Hij zegt, die werd kampioen. En zeg maar, mee we met gaan en dan moesten we bij je eigen oudschuld voor thuis. En dan moesten we om de grote toren, om de wiesjes, draai een groot blok en er waren allemaal verlichtingen, maar lampjes. En wie het eerste zo'n lampje kapot schoot, die was kampioen van alles. Nou, dat wil ik toen, dat was het. Was dat nou ook een beetje pestregen naar de protestanten toe? Nee, dat niet. Maar dat was Henk Joostel, Nimrod, die duurde bij. Want die was later, die ging door Douwe. Die ging de strand aan de kant en de stranden schoenen maken. En nadat hij was de beheerder van de Vuilnisbelt in Welsum. Ja. En dat was Nimpie. Maar die was ook altijd bezig met. Maar die was ouder dan ons, maar die was ook altijd bezig met. Die had toen al een mooie buksen. En dat. Maar dan je moest dus met de katapult schieten op die met de katapult schieten en op de lampjes en wie het eerste lampje wordt gescheurd. Nou. Nou, dat ben ik toen. En toen was ik kampioen, ja. Maar, toen ben je ook officieel kampioen van Dalton. Ja, toen ben officieel kampioen van Dalton. Katapult schieten. En wat voor jongens waren er dan toen bij u? Je noemde net een paar ook, maar. Nou, toen de jongens van de Bukkenbuurt, dat was een jongens van Jacobs. En er was van Hendricks. Wat voor jongens binnen dan van Jacobs? Er was Francis, Wim en Robbie Jacobs. Nou, en dan van de garage had je Benny, Tony en Henk. Nou, en dan had je van de Offenbach, van mijn broer en ik. En dan van Hendricks had je twee jongens. Benny en Wim, die nu nog in de Bukkenbestuur zit. Nou, dan had je van Lentvring. Had je Benny Lentvring en Jan Lentvring. Want Bedders die was, en je Herman, die waren dan veel ouder als ons. Nou, dan had je jongens van Gobé. Die waren dan ook bij ons. Nou, en dan Meijer, die woonde tegenover de Brinkhof. Die waren was kleermaker, nou, die was dan ook wel eens bij ons. En dan voetbalden we ook al die met en zo. En toen speelden we altijd met op scholen. Allemaal winkels door zo in dit hoekje toen? De Wilhelminastraat was eigenlijk winkels. Ja. De Tilan van ons wordt nu de parkeerplaatsen. Ja. Er stonden vier huizen en erachter wat nou de was vroeger de Napoleon Sportzaken was. Dat was de Wereldwinkel. Wereldwinkel. En hier? Dat was, en hier, dat was eigenlijk. En daarachter had ik nog weer een paar huizen en erachter was het. Een groot wat die dan nu is in de blieken. Maar hier, dat was dan ook een notie dat een dochter van Jacobs er nog een sportzaak in had.
En dat voor de wereldwinkel is dat was Van Mol. Van Mol die woont bij ons op de hoek. En die had dan voer en eieren en zo. En dan Sunnersmens ook, dat was ook nog wel mooi. Dan Sunnersmens, daar kwamen de boeren, die zetten door aan de fiets en de brommen neer. En dan vergeet ik niet meer, dan was er die aanvanger, die was een van de eerste die doorgaan kwam met een brommen. En die zetten ze allemaal bij Mol neer. En dan gingen ze allemaal gezamenlijk aan de kerken. Zie je, maar dan gingen we waar hoe het was niet tussen, dan zijn we altijd naar de kerken, of weer eerder. En dan gingen we op die bromfiets erin. Ze komt toch niet weg? Nee. Die zijn allemaal in de kerk. Dat is precies wanneer ze weer kwam. Ja, en dan stonden de bomen er weer. Maar Lutte sleutel die erin zitten, dan kon je gewoon... Ja, maar dan kon je de volgende handje gesleutel niet. Dan kon je zo aantrappen. Aantrappen wegwezen. Ja, en dan jagen we in de beddie. Dan jagen we in de beddie door de straat. Geweldig. Maar ja, een heel andere buurt, hè, toen. Ja. Ja, dat was gezellig, denk ik. Hele gezellige iedereen buurt. Iedereen kent iedereen, hè? Iedereen, ja, maar dat was heel het alles. We kennen elkaar allemaal. Ja. Jongens van Wessenbring en zo, die woonden aan de Bekerkplein. Maar iedereen, nee. Iedereen kent elkaar. Dat vuurde aan het Noordeel. Noordeel nog? Ja, want we doen maar wat u daar anders. Zoals ze Wessenbring, wie het was en zo allemaal. Nu zijn ze bij iedereen, nee, dat was iedereen met een zwarte jas aan nog, en een pet op. Maar, voor de rest, maar toen wisten ze precies, kon ze aan het lopen en zien wie het was. Ja. Dus. En nou ja, toen je van school afging door bij de nonnen, toen moest je nog verder in de scholen? Toen ben ik 3 jaar naar de Amersfoel in Zwolle was, altijd op fietsen. Praktisch nooit met de trein, altijd op de fietsen. En heb ik 3 jaar gedaan, automonteur. En toen kon ik nog 4 jaar, maar dat zag ik niet zitten. En dan zegt mijn vader, moest je mee maar aan het werk. Nou, en vergeet het ook nooit weer. Ik werkte vroeger, in de vrije tijd werkte ik bij Hutten. Bij die boel schoonmaken en benzine geven en zo. En, wat was Hutten voor bedrijf? Hutten was een, wordt nu Hulsmans heet. Ja. En dat was een autobedrijf, en trekkers, en maar ook zakelijke auto's en fietsen en brokfietsen. En daar hielp ik dan in de vrije tijd. Hmm. En dat was ook mooi, dat vergeet ik ook niet meer. Toen was ik door aan het werk en toen was de graaf van Rechten en die had een mooie Mercedes sportauto en die was in de garage. Maar toen kwam er bij ons altijd iemand van die bracht gasflessen. Men kwam met zo'n open blitzie en dan had de gasflessen en dan de planken erop en de boom ook weer gasflessen. Nou, en dan gaat van recht en die komt achter u rijden de garage uit en die wil weg. Maar er was een heel nauw stukje tussen Luttenberg en Hutten. Nou, en de graaf van recht en die toet een keer tuut, 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 tuut. Nou, maar die man die was bezig om de boom of die gasflessen naar beneden te doen. Nou, en de graaf van recht en die stapt uit. En toen zegt hij, zet die wagen even aan de kant. Hij zegt van, ik moet eruit. Ja, zeg, ik ben zo kloor. Hij zegt, weet je wel wie ik ben? Hij zegt, nee. Hij zegt, de graaf van Rechten. En ik zie het zo voor me, die man die springt zo bom van de vrachtwagen af. En hij geeft de graaf van Rechten dan, hij zegt, aangenaam de gaskoning. En hij zet hem niet weg. Hij zet hem niet weg, dit hier. Nou, en toen moest de graaf moest rustig wachten, zoals het wordt. Ja. En toen moest ik, vergeet ik nooit meer te zeggen, mijn vader zegt, ja, ik heb iemand die was, had gehoord, Grazie Zieleman in Hasselt, die had een knecht nodig. En zegt dan bij me door naar Rijn. Hij zegt, ik weet niet, een derde weekse dag, moest ik door naar Rijn. Mm. Nou, maar ook niet wetende, en mijn vader ook helemaal niks verteld, ben ik van Delfsen naar Zwolle en van Zwolle naar Hasselt. En toen was ik in Hasselt en toen heb ik een gesprek gehad. En toen had ik geluk, er was een jongen, de Noos, die kwam met Nieuw-Luizen. En toen zegt die man van de garage, die zegt van, nou, die was een jongen, kun je zo weer mee terugfietsen. Maar toen ging ik van Hasselt over de Hasselt, de ding zo de Doornendeur, de Hessenweg. En ik dacht, maar jongen, mijn vader, die was er nog nooit geweest, die wist het helemaal. Nee. Die liep me helemaal over Zwolle en Hasselt gaan fietsen. Ja, en dan achterlangs zeg maar. Ja. Goh, en nou fietsen die zo langs als een streugel door. Ja. Nou, en toen heb ik aan toen ben ik 19 gewerkt. En toen ben ik in 64 en gesolliciteerd. Toen kwam er een nieuwe fabriek in Zwolle van Scania. Oh ja.
En daar heb ik toen heb ik solliciteerd, daar ben ik toen aangenomen. En toen ben ik eerst begonnen als monteur. En toen heb ik vier maanden een keer in Zweden, vier maanden in Zweden gezeten voor opleiding en zo. En nadat ik ging om de twee jaar verbeterscholing en zo. En daar heb ik 38 jaar gewerkt. 38 jaar bij Scania gewerkt? 38 jaar bij Scania gewerkt. En vanaf het begin in Leiden? Vanaf het begin. Toen begon Scania ja, in ik heb ten jongen, ik heb solliciteerd en toen was ik begonnen in Zwolle. En dat vergeet ik nooit meer. Toen zei ik tegen de jongens bij Snorritiet, ik kwam hier, toen lag er nog zand in de fabriek. Want er waren bepaalde gedeeltes waren kloor. Maar er lag ook nog bepaalde gedeeltes moest bebouwd worden. Nou, en toen ben ik weggegaan in 38 jaar. En toen kreeg ik een foto aan de beun van met afscheid. En er was dan een hal en er was allemaal zand erin. Dat ik dat altijd zei. Ik zei, jongens, zo ben ik hier begonnen. Ja. Hoeveel mensen werkten toen bij Scania in 64? We waren in 64 genomen. Ik denk misschien al met al een keer over de hele fabriek 100 man, maar we hadden een groepje van 20 man. En toen ik eerst monteur en daarna had die testchauffeur, en dat was ook nog wel mooi. En dat kun je nog niet meer voorstellen, maar dan pakte ik een vrachtauto en ging ik zonder cabine. Dat was gewoon een chassis met de neus ervoor. En dan ga een los stoeltje erop. En dan jaag ik van Zwolle over de weg. En dan keek je zo naar beneden en keek je zo op de weg naar Hasselt. Van Hasselt naar Kampen en van Kampen weer naar Zwolle. Maar toen maakten we weer testen, ja. Dan moesten we de auto testen of er wat mee was en zo. En dan hadden we het. Moesten we dan kijken of we de, als er wat aan mijn keer, dan schreef ik dat op een kaart. En die bleef dan bij de auto en dan de monteur die maakte dat weer. Ja. En dan hadden we dan inspecteerden we dat of dat goed gebeurd was en zo. Die zijn gewoon in de buitenlucht? Ja, gewoon in de buitenlucht. En nou, gezellig. Ja, maar dan kun je nog niet meer doen. Zo'n party op, weer een jasje aan, wandeljasjes aan en dan jagen we over de weg. Hè. Dat was op een gegeven moment. En waarom deden ze dat toen, voordat de cabine erop zat, dat je dan makkelijk op kon? Nee, dat niet, maar in Meppel zat een cabinefabriek. Oh ja. En vroeger was het zo, dan leverden ze de auto, laat maar zeggen, af aan de importeur. Dan ging naar België, ging naar Frankrijk en toen zetten ze zelf de cabines op. Dat was toen nog BG. En toen heeft Scania op een gegeven moment die cabinefabriek overgenomen. Ja. En toen hebben we nog een poos hebben we dan de cabines opgezet en die waren ook helemaal anders. We hebben andere cabines, we hebben de vaststanden maken en zo allemaal. Mm. Dus toen is dat veranderd en toen kregen we ook moeilijkheden met de politie en zo. vanwege de veiligheid. Ja. En toen is er een testbaan gekomen om het terrein naar Scania. Nou, en door ik dan een boel erin en in. Na 38 jaar, toen moest er uitbreiding komen bij Scania voor de nieuwe brug en voor die nieuwe weg naar Westnolte. En toen is die testbaan die is overgegeven. Er bent een groot gebouw is er gekomen. We hadden toen wel één gebouw met een vermogenbank, zo uit in orde. Maar toen werd er een groot gebouw neergezet en dan werden die auto's in de reden. En zodoende kon er eigenlijk twee mensen niet en ik had er 38 jaar was, ik was de langste west. En toen zei ze, nou, je kunt van de gelegenheid gebruik maken. En toen was ik 57, toen ben ik met de pre-summer aan. Oh, 57? Dus ja, ik kan yes zeggen, ja. Al wel 40 jaar bij Scania. Toen zei ze, ja, ben niet, maar we weten niet of dat dan nog wel geld. Nou, omdat de gemeente Zwolle die grond nodig heeft, kunnen we het goed doen. Ja. Nou, nee, maar goed ook, want nou, toen was het al 61,5. Dus ik heb een beetje geluk gehad. Ja, mooi. Maar ik heb altijd met heel veel plezier doorgewerkt. Ja. Nou, mensen zeggen wel eens van, ik kan het niet voorstellen tegenwoordig met 57 uur, maar, zeg ik dan wel eens, Simons nog aan mijn 15e begin. Ja, ik ben met 15 jaar begonnen. De huidige HBO afgestudeerd, dat is vaak 2, 3, 24. En als ik dan nog eens een keer begin. Ik, af en toe dan kom ik nog eens een keer bij de Scania en toen maken we dit nou 6 of 7 per dag. Ja, ja. 20 in de week, 25. En die werden allemaal net iets bezig met die beetje schilderd en zo allemaal. Nou, en dan nog maar eens de 150 per dag. Dus, en wat blijft ze allemaal? Ja. Maar leuke tijd. Ja, een hele leuke tijd, Hartstikke leuke tijd. Ik wil ook nog wat te beleven, denk ik, zo tussen de vrienden. Ja, maar er was altijd wel
Ja. Dat was wel, wel mooi. Hey, bij de voetbal, of je hebt alleen maar het Bukum toernooi gehad, maar je bent ook heel lang bij de voetbal geweest, hè? Ja, ik zei nog zo'n beetje 50 jaar bij SVD. 50 jaar ben je lid? Ben je lid van SVD. En ik heb in de eerste voetbal, Johan in tweede. Vanaf hoe jeugd, zeg maar, vanaf dat jong. Ja, ik ben wel heel vroeg begonnen met A-junior, maar ik heb ook nog een poos tegen motocross en Gaasmaar eerst. En dan was ik best vaker dat ik zondags moest rijden en zo. Dus ik was er wel bij, maar ik was er niet altijd dicht mee. En toen, toen gestopt ben, zo'n beetje in de trouw ben, toen heb ik nog Johan in het eerste voetbal. Na de tijd in de veteraan. En de huidige veteraan, met René, dat kan me zo, dat bestaat nog. En dan doe ik één keer in de maand doe ik nog kantine schoonmaken maken. En ik stuur zo'n beetje de futtersgroep, doen we één keer in de maand ook bij elkaar komen. Elke eerste dinsdag van de maand komen we bij elkaar. En dan klusjes doen we. Buiten de normale reparaties of zo, dat een keer wat extra's moet gebeuren. De Futtersgroep? De Futtersgroep, dat doe ik nog altijd. Dat is een hele club? Ja, dat is een man of tien. Alleen als er dan echt wat moet gebeuren, dan is de groep wat groter. Maar dat doe ik altijd nog. Maar wat doen jullie dan zoal? Veld wordt door de gemeente onderhouden. Maar hier wat vaker, dan is er een leiding kapot. In Neuno van de week had de compressor was kapot, was de bal met de pomp. Of lekker verwarming. Ja, dus netten kapot, opveld, zulke dingen allemaal. Ja. Dus dat doe ik nog. En dan doe ik voor de voetballer Johan de bazaardame, dat altijd een boel geld opbracht. En de laatste 8-9 jaar doen we de kerstboom verkopen. En dat is 2 jaar voor de kerk geweest. En de andere Johan, de laatste Johan, is altijd voor de hospice, voor de kerk en het grootste gedeelte voor de voetbal. Dan ben ik ook altijd met 4 man ben ik ook altijd heel druk. Dus SVD organiseert het, maar opbrengt is voor iemand anders, zeg maar. Nee, dit doen we 4 man, Harman Diepma, Ben de Boy, Benny Nins en ik, die doen dat. Hoe is die lust van SVD? Nou, lust, ja, ik ben lid van SVD, maar ik bedoel maar, we doen dat. En dan, wat ik zei, de hospice krijgt er geld van, de kerk krijgt er geld van, en de rest gaat naar de voetbal. Oh toch? Maar het is ook zo, de jongens, Die helpt ook altijd de landen, zeggen als we de boom op met aan en lus met steken en zo, is er altijd een groep van de voetbal die helpt ons dan. Wat verkopen, dat regelt weer met z'n vieren. En de opbrengst die is dan, en dat is een aanzienlijk bedrag, dat is altijd dan voor de voetbal. Ja, ja, leuk. Maar je bent ook lid van verdiensten gelezen van SVD. Ja, ook. Dat was een speltje waar je kreeg voor alle vrijwilligerswerk. Ja, 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 ja. En dan ook zo lang ook bij de voetbal binnen zo. Of kreeg je dat sowieso als je zo lang lid bent? Nee, ja, dat is nog een spel die als je 50 jaar lid bent. Oh. Daar ben ik toegedaan naartoe. Maar nee, dat is gewoon. En vroeger, wat voor positie speelde je in het eerste? Ik heb in de voorhoede voetbal en de latere Johan in de achterhoede voetbal. Oei, ik ben ook nog allround. Ik ben allround. Of maak je gewoon te weinig goals? Nee. Maar nee, want ik... Ja, jij hebt wel een vlammend schot. Ik heb één keer, en dan lachen ze wel eens, ik heb één keer heb ik in één weekend heb ik 10 doelpunten gemaakt in dezelfde vereniging. En dan zei ze, hoe kan dat nou? En dat was met Pansen. Toen moesten we voor de beker te maaien neer. En toen moest ik, zondagsmans, was zondags. Toen maakte ik een paar doelpunten, zondagsmans. Moest de tweede van ons, die moest in maaien nemen, dan eerst in tweede voetbal. En nadat iets voor de competitie moesten we ook weer in maaien nemen in. En toen maakte ik 10 of 11 doelpunten in 1 weekend in dezelfde club. Ook als hij nog in maaien neemt? In maaien, dus, dat was dus hetzelfde club. Dus dan hoef je niet meer te vertoon? Nee, nou, maar in maaien, en dat ging ik nooit, dat komt nooit meer voor zoiets. Geweldig. Ja. Oh, maar je hebt dus een hoge goal gemaakt, Benny. Jawel, dat wel. Je mag nou 30, 40 jaar nou nog eens een keer herinneren van. Hoe was de verhouding toen met, eerst was ASC er nog niet, maar later kwam ASC erbij. Dat was altijd een beetje zeker in het begin. Dat was vroeger nog wel. Hoewel ik kan heel goed met de jongens opschieten, mijn eigen zonen die is. Afgelopen jaar naar de zaterdag gegaan, vanwege ook al met allemaal met de kameraden vooral. Ja.
Maar in de beginjaren was het wel harde rijden hoor. Ja? Ja, zeker. En dan weet ik nog wel, ik was toen leider van A junioren. En toen moesten we het in AC, maar dat was heftig hoor. Ja? Ja, en dan had het natuurlijk ook naar elkaar toe. Ik heb pas bij de veteranen een keer voetbal we zijn altijd de molligies. Maar toen ik tegen AC voetbal, maar toen voetbalde ik alleen de veteranen. Ja. Omdat er normaal voetbal mee nooit. Nee, zo hadden ze. Nee. Ah, die verandert en veranderde wel. Maar ik weet nog wel dat de Olde Rottenhof, die was toen. Toen een keer weer aan de kantine. In 1971 hebben we de kantine al gebouwd. En toen waren hun die in de kleedkamer, daar verkozen ze dan nog snel goed op. Maar dan ging die Olde Rottenhof, die ging aan het begin van het fietspad staan. Jongens, doe maar wat kopen. Dat is van de zorg. Zie je wel, omdat we al een mooie kleedkamer en hun in de kantine. En dan waren ze ook zo bang dat die mensen van de zaterdag bij ons naar de kantine gingen door wat drinken. En ja, dat was dan wel eens. Hoewel zijn zoon nou zelf beheerder is bij SVD in de kantine. Ja, inmiddels is het Vrede Royaal getekend. Ja, jawel, dat zeg ik ook een onderling. Maar je steekt elkaar nog wel, je zit gek aan eigenlijk. Ja, zeker dat nog wel. En wat heel mooi was en wat ook genoeg was. Ik zit aan onderhoud van de velden en zo, en toen was ik een keer man op man. Toen liep ik over het veld in en toen vond ik een bal. En ik keek van AC. Ik denk, oh, wacht maar even, het was man op man. En toen zaten die jongens Nagel en de Mollers en zo. En toen heb ik hem, die zaten binnen. En ik kwam er binnen en zei: ben je weer koffie? Hè? Ik zei: nee, ik zeg maar, ik heb een probleem. Maar wat dan? Ik zeg: nou, dat weet je zelf ook wel. Ik kan wel 40, 50 keer een bal zo op de voet halen. Ik zeg, maar dit is twee keer en dan valt hij meer van de schoenen af. Ik denk, hoe kan dat nou toch? Ik zeg, maar kijk eens goed. Ik zeg, verdorie, dat is een ballen van AC. Dat was wel geil. Maar dat zeg ik, nou en nou veranderen dat allemaal. Ja, gelukkig wel eens. Je hebt nu ook samen een team. Ja, drie teams voetbal samen. Ja, mooi. Ja. Nou, leuk. Maar je zei net al even, je bent niet 100% geconcentreerd op voetbal, want je bent ook aan het crossen. Ja. Ik heb ook nog een Johan grasbanen weer gedaan en motocross. En we reden, vroeger reden we nog voor AC begonnen te voetballen op de vuilnisbelt. Want toen stak ik bij de mannetjes nog eens te gek en dan zijn we vuilnisvoetbal. Maar door ben ze begonnen, maar dan rijden we nog een poosje met de motors erin. En toen woonde Nandy verder, woonde een De Kruijf. En die was er helemaal op tegen. En toen ben ik met de politie zelf rond de tafel gaan zitten. Van nou ja, we moesten toch wel weer inmiddels aan een stukje van jong die ook gereden in Dalsen. En ja, we moesten toch wel ergens rijden. Toen heb ik met de politie zelf en naar de Rijkswaterstaat gegaan. En dan hebben we door gepraat. En toen met behulp van de politie hebben we dan de veld gekregen, de circuit ging aan de bezen, wat nu nog aan de bezen stiet. Ja. Want er was ook van Rijkswaterstaat, er was toen in die tijd een opslag voor zand, toen voor de nieuwe Hessenweg. Dat kwam allemaal uit de Vechten. Oh ja. En dat was bij de oude vuilnisbelt was dat precies zo, er was ook een zanddepot. Ja. En toen hebben we dat gekregen en dan hebben we geleidelijk aan wat uitgebreid en wat groter gemaakt en zo. En dat is wat nu nog altijd. Ja. Op een cross. En ik ben 24 jaar voorzitter geweest van de motorclub. En nu doe ik dan nog altijd nog met de wedstrijden. Dan ben ik altijd nog met die wedstrijdleider. Zal ik altijd nog een beetje. Hoeveel er rond was met vrienden en de afvlaggen en zo en morgen en zo. De club is niet precies. Dat doe ik nog. De club, ja, en is. Motor- en automobielclub? Nee, het is zuiver. Wel de namen nog, de verspeurders. Maar het is zuiver de crossclub. Maar oorspronkelijk was het MAC de Vechtsclub? Ja, het was ook van oorsprong, zo ben ik begonnen. Want toen kregen we dan de crossbanen, maar dan moesten we anders sleutelen. Bij de KNMV. Ja. Maar dat kostte nog zoveel geld. En toen hebben we gezegd, ben ik naar Willem Elkenkamp, was die zoon die dit ook grasbaan is. Mm. En toen zegt Willem, weet je wat we doen? We maken jullie als onderdeel van de. Want die waren anders lukken bij de KNV. Ja, dus toen waren we MC de Vechtspeurders, afdeling Cross. En dan konden we onder dezelfde noemer lidmaatschap van de Bond betalen. Ja. Nou, maar dat was maar, ik denk maar anderhalf, twee jaar.
En toen gaat het ook bepaalde wrijving, want we waren allemaal jonge jongens en zo. Ja. En dat waren ouderen. En ja, er was de schroden van Hestenberg en waar je ook al zei, nu wat luisteren, die Seine en Kavalindisch en Willem Mekkelkamp en zo. En die zeiden van ja, god, we kunnen ook als nooit helpen, maar we deden nog elke week trainen en zo. Nou, en toen ben we dan nu verstandig uit elkaar gegaan, hebben we de licentie al, want hun hier deed toch steeds midden met de KNV, hebben we gewoon de licentie en die hebben we nog altijd. Maar hun hier is die deed oriënteren. Die deed alleen maar oriëntatie rit. Met de auto. Ja, en wat en we wel samen gedaan hebben dan weer, was toen op een gegeven moment is de, en dus ook de MOVO van ontstonden. Motor- en autoclub, die ben nu samen gaan organiseren. We hadden de feesten van Nona, had hij de MOVO. Kermis, ja. Ja, maar de autoclub, dat is er niet meer. Dat is helemaal gebeurd. Dat maar ook de bezen, door hebben jullie tot de dag van vandaag? Ja, gelukkig wel. En dat doen we elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag, of woensdagavond en weer zaterdagmiddag kunnen trainen. En dan heb je 6-7 wedstrijden in het jaar. Die werden altijd nog verreden. Ja. En ook de jongens uit Dalsen of komt wel ja, dat komt wel van weg. Want we zitten zo'n beetje denk aan 120, 125 leden. En ik denk, hoewel de laatste jaar wel weer gegroeid is, ik denk dat er nou een man of 25, 30 uit Dalsen komt. Ja? En de rest is toch... Allemaal met een crossmotor? Ja, allemaal met een crossmotor. En ja. Kreeg die jongens dan ook training van een trainer? Hoe werkt het? Nou, wij zijn er niet zo in bezig, want dan ben je allemaal weer vrijwilligers. Hè. Maar er zijn wel vaak jongens die aan weer bij je een begeleider loopt. Vroeger aan weer Gerard van der Vechten, die deed wel training geven en die deed ook aan de Smitsweg. Die deed altijd conditietraining voor die jongens. Ja. Maar nu is er in Helmond een groep dan die traint waar. Ja. En daar doen we verder niet meer van. Oké. Okay. Nou, en dan doe ik eigenlijk... Maar ik zag de naam Offenberg ook wel destijds in de krant staan. Mijn zoon, die komt weer... Maar jij zelf ook nog gescoord? Ik heb zelf nog ook wel eens... Ik heb zelf gereden en ook nog wel wat gescoord, maar ik was niet zo goed als mijn zoon. Maar ik zat er dan... Ik kreeg dan, omdat ik in mijn vrije tijd altijd bij Jans van der Vecht werkte. En toen kreeg ik van Jans van der Vecht een motor. Nou, en toen reed ik dan mee. Nou, toen Jans van der Vecht zijn zoon, die was 6-7 jaar. Nou, die ging toen ook wel mee en die andere zoon toen ook nog een poos. Ja. Nou, en toen op een gegeven moment ben ik ook wel met rijden. En ik heb 34 jaar, te de ene dagen, altijd nog met van de weg zijn zoon. Maar nu hebben we de zaken overgenomen van zijn vader. Nou, redde dan ook toenlijk niet, maar ik heb altijd met hem meegegaan. En zodoende kwam, en die is ook een keer of 10 kampioen van Nederland geweest. En zodoende kwam mijn zoon dan ook weer in het team. En mijn zoon heeft ook 2 of 3 keer kampioen geweest van Nederland. Die komt beter in de zeggen. Ja. Maar ik en hinder daar nog altijd. Zie wat nu hebben we toenlijk een jeugd uit Noorwegen. Nou, en dan ga ik ook wel eens een keer met de camperriek dan met. Hm. En nou, met de hele gebeuren, laat maar zeggen, doe ik altijd nog wel links en rechts wat werkzaamheden. En nou, meestal ga ik. Bij Kamzaki team van de jacht. Ja, ja. Ja. En dan ga ik ook met Gerco en Eddie, die heeft natuurlijk hele glorietijden meegemaakt. Ja, ja. En Geoffrey dan, hoe zullen? Ja, ja. Ja, nee, dat was een heel mooie tijd. Dan ging het hele land door, hè? Ja, de gasbaan was hoofdzakelijk in het noorden. Ja. En de kast ging het hele Nederland door. En nu heeft Gerco zijn zoon dan, die begeleidt nog ook een jongen uit Noorwegen, die is hier. Die komt over 14 dagen kampen weer. Nou, en dan, die gaat dan ook in kaas weer naar Italië, België en zo. En die redt dan van de vecht ook het hele land door. Nou, en dan ga ik ook eens met die jongen mee. Maar zijn vader is er niet altijd bij een belangrijke wedstrijd. Ik heb zijn vader overvliegen. Hmm. Maar nou, dan ga ik er nog eens mee. Nou, en dan volgende week en dag. Dan heb je weer motorshow. Dan doe ik handen- en spandiensten. Ja. Nou, meestal ben ik er nog wel 1 of 2 dagen lekker rondlopen. Dus, en want grasbaanraces is, die organiseren jullie in Opluizen, herinner ik me. Voor grasbaanraces heb ik een paar jaar lang georganiseerd. En tot op een gegeven moment, ja, toen ben ik de vergunning werd wat moeilijker en de vrijwilligers die werden wat moeilijker en zo. Ja. En toen heb ik me ervan teruggetrokken en tot nu toe is dan nooit weer een grasbaan race in Andersen West, maar eerder wel. En dan gingen we op zaterdag en op maandag, nou, dan hadden we toch zeker 200-300 mensen die meededen aan de grasbaan race. Ja, dat was een heel feest. Ja, dat was een heel feest met grote tenten erbij en zo. Ja, nee, dat was heel mooi. En ik heb vroeger nog eens een keer een wedstrijd georganiseerd
hier in Dalfsen in samenwerking met de Damonvo, waar de nu, laat me zeggen, Dabego, waar we schilderen, waar winnen ze toe, heb ik ook nog eens een keer graag een reis georganiseerd. Ja. Dus. Ik heb net al eventjes over de koffie van Leni gehad, maar hoe is dat eigenlijk gekomen? Want die jij in uw jeugd, jullie hebben al heel jonge verkeringen gekregen. Nou, ik vond zelf van niet. Van niet. Oh. Ik was zelf nog wel erg bezig met de sport en zo allemaal. Maar de verkering kreeg mee. Er waren de jongens uit Dalfsen die bij me veel hadden. Benny Jacobs had een vrouw uit Dalfsen, Francis Jacobs. En dat was weer Nicky van Leni. Dan gaan we nog eens een keer met naar Dalfsen. Toen organiseerden we zelf nog eens een keer een paar carnavalsfeesten in de Progius. Door kwamen ze. Nou, en waar kwam die weg? Nee, die kwam overal weg. Maar wij organiseerden met een groepje, organiseerden we dan een paar keer in de Progius carnaval. Ja. En die kwamen ze overal weg. Maar toen op de morgen al was, dan kwamen ze van Slagaan naar een café-holder. Die kwam er misschien gewoon ook met. Nou, een heleboel kwam een hele bus in slag aan. Ja, die kwam ook dan naar Dalfsen. Omdat, ja, god, met we 6 man nu Dalfsen die mij doet in slag aan. Ja? Ja. Ja, was dan echt in toen? Dat is niet altijd in dank of een. Door de jongens in slag aan? Nee, want ik weet het nog wel. Ik weet nog wel. Dat is nog wel een mooi verhaal. Zie. Ik voetbalde in het eerste met Dalfsen. En toen moest ik in slag aan. En ik weet niet, 3-1 of 4-1, maar dat durf ik niet toe, maar in ieder geval, ik maakte 2 of 3 doelpunten. Toen op een gegeven moment, gingen we naar de tijd, was dan gewend, want toen wij door overgaan naar geen kleedkamers. Dan gingen we naar het café, naar de westen, gingen we naar het café. Ja. Dus we gingen met de jongens uit Dalfsen, gingen we naar het café toe. Nou, en de jongens uit Dalfsen gingen weg, maar ik bleef op slag aan, omdat Leni, en die was bij me. Ja, dan Mercedes en die had voor het café neergezet. Ja. Toen ging ik op een gegeven moment ging weer weg. En ja, ik voelde dat er was wat. Maar in ieder geval, ik kom het café uit en ik kijk. Had ze me beide banden lekker sturen van de auto. Ja? En toen zei Leni van mij door, ik zei instappen. Toen zei ze wat dan? Ik zei, en toen zag ik daar achter gedien dat er volk zat te kijken. Ik zei instappen. Toen zei wat dan? Ik zei, je zult niet merken dat ik, want ik heb mijn hele zorg. Ik zei, je zult niet merken. Ik zeg dat ik door het auto laat staan of. Dat ik toen aan het meddelen op de knieën. En Leni zijn broer, die woont 2 straten verder als café. Dus ik ben in een auto gestapt. En ik ben naar mijn zwager aan de gang. Nou, dan moest ik gezuiverd worden. Maar toen moest ik eerst naar Jans van der Weg en een ander wilde beeldbaan. Om mijn auto weer met te nemen. En ik had er wel zo'n vermoeden. En toen was een jongen naar die tijd. Toen waren we in de Brinkhof op zaterdag gaan. En dan ging ik nog wel vaak hè, met Henk Hoekman en Gijs Loorman. Dan gingen we door naar hem, een pulsje kopen of zo. En toen waren we door, en had ik het maar nooit gezegd. Toen waren we door en toen kwamen we binnen. Ik zei tegen Gijs Loorman, ik zei volgens mij zit door die jongen, 2 jaar ervan. Er staan een groepje uit Slagaan. Ik zeg, er zitten een paar jongen ik zeg, die mee toen de baan leggen straks. Nou, ik had nog niet gezegd, Gijs Loorman was al over de tafel. En die greep die vent. Toen zei hij, ja zeg maar, ik was niet alleen, hoor. Die en die was er ook bij. Dat was wel een leuk verhaal van die slagaan. Het is allemaal weer goed afgelopen. Jawel. Dat is wel goed afgelopen. Ja. Oké, dus Leni helemaal uit slagaan, maar dat komt dus vanwege de carnaval. Want ja, carnaval, ja, hij nam de slagaan. Dan zo, ja. Ze kwamen ook een heleboel in Rijming in Limveld. We gingen vroeger naar Ties van der Linden of naar Rijming. Ties van der Linden? Ja, er was ook een bar in Raalte. Oh. Dat was de eerste bar hier in de buurt die een glazen vloer had. Zo. Dat was een hele mooie glazen vloer, helemaal verlicht en zo. En daar gingen we ook een heleboel in. Hm. En dan, na die tijd, dan gingen we naar Rijming. En na die tijd kwam dan de boer aan. Maar jullie hebben zelf ook dansen georganiseerd toch hier ja, in Dalfsen? Ja, en we hebben zelf een paar keer georganiseerd in Dalfsen. Tot op een gegeven moment, toen werd het nog wat moeilijk gemaakt, maar toen zeiden ze van ja, dat kan nog wel, maar dan met jullie als jongere, katholieke jongeren die dat doet, die moesten allemaal 25 gulden kerkgeld betalen.
Ja, precies. Nou, en toen waren er nog wel wat. Je bent wel lid meer van de kerk. Ja, nou, en toen heb je gezegd van, laat maar weer. Dat maar niet. Nee, dat maar niet. Nee, maar dat zei Lady Bien, die zei toen ze ging naar die dans om die jullie organiseerden. Ja, dat was de carnaval. En toen zei ik twee of drie om die carnaval. Dat kwam de hele slag aan, kwam mee. Daar ben je altijd. Oké, dansen ging op een gegeven moment naar een slag aan. Ja. Nou, toen deden wij dan op maandag om die carnaval en toen kwam die café met zijn vrouw en kwam een heleboel van slag aan, kwam dan hier weer naartoe. Nou, en was dat van de carnavalsvereniging dan? Nee, dat was gewoon zo zelf. Oké. Okay. Nee, dat was toen, ja, na die tijd is er nog een poos in carnavalsvereniging geweest bij Jan Huizen. Ja. Maar dat was toen nog niet. Dat was nogal weer voor de vuur. Ja, dat is de vuur. Mooi. Nou ja, maar jullie woont hier nou, ben je meteen met een trouw hier? Ja, dat was een geweldige image dat ik hier kwam wonen. Want ik had dat twee of drie keer, want ik was al toen in die tijd, was ik getrouwd voor de wet, want dat kon toen nog, dat moest voor januari, ja, dat je zoveel geld terug. Nou, dus ik was getrouwd, maar ik was al een paar keer bij gemeente geweest. Maar dat ben ik niet al die in dank over. Want ik kwam een keer, toen was Lenfrin de Strooboer, die zat in het bestuur van de woningcommissie. Ja. Nou, en ik kwam er binnen. Ik zei, nou, goedenavond. Ik zeg, wat is de bedoeling openbaar? Ik zeg, ik moet me heel lang slim voor een huurhuis. Toen zeg ik, huurhuis? Ik zeg, maar je reed in Mercedes. Ik zeg, je kunt wel nu kopen, maar zelf reed ook in Mercedes. Ik zeg, maar hoe weet je dat die auto van mij is? Ik zeg, ik kan ook wel van de weg gewezen. En toen was ik zo geworden, toen ben ik weggegaan. Nou, dan moest je doen, elke maand moest je dan melden. Nou, toen was het op een gegeven moment. Was het waarom moest je melden elke maand? Ja, op. Laten zien, als er dan weer wat vreemd kwam, laat maar zeggen, elke keer om de wang te halen, dan één keer een maand of twee maanden. Anders dan zo'n zitting. Okay. Dus dan moest je elke keer ergens bij die naartoe. Oh. Nou, en toen werd dan hier de nieuwbouw gebouwd. En toen zeggen die Lenfrin en Dekker zat erin. Die zei van nou, hij zegt maar weet wat het is, we gaan nieuwbouwen, daar beginnen ze gauw mee. Hij zegt en dan ben je een van de eersten, dan kun je uitzoeken welke huis je wilt hebben. Ja, nou mooi. Nou, toen waren er al, dat scheurt mooi, maar toen waren de huizen zwart kloor. En toen waren we weer vergadering, want dan zat ik in het bestuur van de voetbal. En toen was er nog Vrijling, die zat op gemeentehuis, gemeentesecretaris, en die kwam wat later. En toen zei ik, sorry, ik ben wat later, hij zegt, maar we moesten nog even wat regelen. Ja, papier in het been. Ik zei, ja, ik moest even me aangeven met welke huisarts ik wilde wonen in de Fabiushof. En hij had een papier bij hem. Hij zegt, nou, hij zegt, daar kom ik te wonen, en daar die. En nou, dus. Maar er waren de eerste vier huizen, hoekwoning, waren allemaal over zeggen aan lui van de gemeente. Oh. Dus ik ga die maand eruit dat er zitting was, en ga ik er naartoe. Ik zeg, nou, ik was een van de eerste die kon kiezen. Ik zeg, doe me dat huis maar. Ja. Ik zeg, maar dat kan niet. Hoezo dan hier? Ik zeg, nou, dat huis. Ik zeg, er komt Vrijling te wonen. Vrijling van de gemeente. En toen keek ik me, ik zei, en dat huis kan ik ook wel wonen. Ik zei, maar dat kan ik ook niet, want ik kom die en die te wonen van de gemeente. Ik zei, de eerste drie huizen met allemaal al gezegd van de gemeente. Nou, en toen zat er een dekker uit die Renestad en die jongens die voetbal noemt. En die kwam naar me toe. En ik was er kwart, ik zei, nou, ik zeg, maar doe maar een huis. Ik zeg, want ik ben nu een half jaar trouwd, of drie kwart jaar. Ik zeg, ik wil wel een huis. Je bent al trouwd. Ik ben al trouwd. In verband met die belasting. Oh, maar nog niet voor de kerken. Nog niet voor de kerken. Ik zeg, nou en nu wil ik dan ook. Ik zeg, nou doe ik maar. En nu zijn toen die dekker die kwam mee naar buiten. Hij zegt, ben je? Hij zegt, kan je voorstellen dat ik daar kwart over ben. Ik zeg, maar laat maar weer. En ik zeg, maar doe me maar nu. En toen was ik hier van de eerste die in dit huis kwam. Dekker uit de gemeenteraad. Dat is de gemeenteraad. Ja. Uit de Innerstraat. Ja, die werken bij Jezus. En die jongen, hij zegt, ja, dat klopt eigenlijk niet. Hij zegt, maar. Hij zei, ik kan wel begrijpen. Ik zeg, maar geef me niks. Ik zeg, maar doe me maar nu. Ik zeg, ik wil trouwen, ik wil de boom. Ja. Dus zo doen we dat. En toen ben je later voor de kerk, voor de officiële feest. Ja. Gebeurd. Ja. Ja, leuk. En maar sinds je ziet, dit is mijn eerste huis. Dit is mijn eerste huis, ja. Het was eigenlijk de bedoeling, zoals het toen dat ik had, dan wilde ik heb dit huis hier.
En dan als mijn vader aan de Uitsel scheen, yeah. Ik denk dan, wil ik graag naar de Wilhelmina stad en mijn vader hier. Maar ja, ik bedoel, dat is toen op een gegeven moment niks van gekomen en die bent er blijven wonen, want die wilde liever wonen, want hier woont jongelui allemaal. Yeah. Toen op een gegeven moment, hij zegt nou, en dus mijn vader, toen heeft nooit die mijn broer heeft overgenomen. Yeah. Dus ben ik hier blijven wonen. Ah, mooi. Nou, maar het is hier een prachtige plek. Het is een mooie plek, aan de rand van daar. Je hebt nog een hele partij vogels, de foto nog even kijken, denk ik. Dit is een hobby van mij, dit zijn roodvleugelpakieten. En daarachterin heb ik pruimkoppakieten. Mooi. En dan aan deze kant heb ik penanten, rood en geel. Penanten? Penanten. Oh. Er zijn ook een soort pakieten staan, dat is ook weer een onderdeel van die. En dan heb ik ze deze, maar die zit binnen. Dan heb ik ze ook nog in het oranje. Ik heb een rood, geel en oranje. En daar kweek ik dan mee. En dan heb ik achterin heb ik nog wat tropische vogels. Ja, kweek je er ook echt mee? Ja, daar kweek ik ook echt mee. En die pruimkoppen, daar ben ik 20 jaar geleden mee begonnen. En toen bracht een jong 45, 50 gulden op. Zo. En nu brengt ze nog 40, 50 euro op. Okay. En dan kweek ik dan met, dat is echt met die hobby van mij. Ja, en een sinds ik in de fut zit, dan. Gouden handel, laat ik zo horen. Nou, gouden handel, kost een voer en zo. Hè. Ja. Maar, en dan heb ik hier aan de buitenkant, dat is heel makkelijk omdat ik nog wat vrije vullen weg binnen. Ja. Yeah. Dus heb ik hier aan de buitenkant, heb ik voer. Oh, gemaakt. Ja, of mijn vrouw die kan ze zo voeren dat ik een keer weg binnen. Ja. Yeah. En dan komt nog wat voor. Ja. Yeah. En dan, dan kan zij dat doen. Maar ik wil nog heel even terug en naar richting afsluiting ook van bij elkaar ontmoet met voor de camera in ieder geval bij het Bukkum toernooi. Ja. En dit hele Bukkum gebeuren met het beeldje. Ja, ja. Officieel worden grensprecisies van de Bukkum. Ja. Het loopt maar even met midden. Ja. Dat maakt ook niet uit, maar die olle sfeer, daar gooi je elk jaar nog weer naartoe. Ja, elk jaar. Dat sluit ik niet over. Ik ben ook ere Bukkum. Maar daar sloeg ik niet over. Ik heb toen aan mijn 65 zei ik met de donder. En toen ben ik geopereerd aan de hernia en zo. En toen zei ik van de nooit gebeurd. Maar je bent elke speaker bij je? Herbert Schuilbekorde, die is nu dan, die heeft de laatste 10 of 12 uur. Heb het dan en doorgehoord heb ik het dan. Prijsuitreiking altijd. Beetje babbelen. Een beetje babbelen. Dan heb ik ook nog, ja, dan heb ik ook nog voor de voetballer gedaan met de zeskampen. En ik heb ook nog in de landen met de Gasma-wedstrijden. Heb ik ook nog wel hier en door omroepen geweest. Maar ja, dan heb je zoveel, dan op een gegeven moment dan bouw je dat wat af. En dit voetbal, dit bij SVD, heb je er nog een leuke herinnering aan? Ja, ik heb een mooie foto en ik heb de herinnering aan. Dat was met de Ouderloze Zondag. Oh, ja, 73. Ja, dat kan wel weer. Ja, in die buurt. En dan weet ik nog wel, dan werden we hier nu, dan moesten we tegen Zwolle. Die had toen nog een amateurafdeling, PEC Zwolle. En dan moesten we naartoe en toen boven met Sinaal, boven met de trein naar PEC Zwolle was. En door aan hun ervoor zorg met een taxibusje naar het veld toe, oude tegen voetbal. En toen zei ik, voordat we door begon de voetbal, toen zei iemand van, nou, doe de portemonnees en de boema en de kluisje, voor alle zekerheid. God, dat kennen we niet, we weten niet dat die zo in de zak zit. Dus, allemaal in de kluisje gedaan. Nou, en weer aan de voetbal, dan kwam we weer toe als kluisje leer. Ah nee! Ja, maar dat was anders dan die slip. Ik had gelukkig zelf een treinkaartje nog in de jaszak. Maar er waren toch stukken van die van wat geld winnen en trekkaartje. Ja, toen moesten we nog weer terug, moesten nog wat geregeld worden. En nooit weer gekomen dus? Nooit weer gekomen. Maar dat was een mooie tijd. Ja, het moest je met de fietsen naar de trein. Ja, moest je met de fietsen naar de trein en met de fietsen voetbal van. Mogen nog fietsen, laat maar zeggen, naar USV en voetbal naar West. Ja, dus zulke dingen. Want dan kon je verder geen competitie. Maar dan ging je maar hier en door ging je vriendschappelijk voetbal. Ja, leuk. Nee. Ja, dat had toch wel iets, hè? Op dat moment was iedereen in de voet terug, maar in een moment nog wilde zeggen, oh leuk. Ja, dat kan. Ja. Ja, en dan zei je, hoe kan dat nou? Een soort gemeenschapsgevoel ontstond er, hè? Ja. Goed Benny, ik heb zo'n vermoeden dat ik nog wel de hele dag door de deur kan praten. Ja, maar dat moet niet. Hoe dieper ook spits, hoe meer is er van. Ja. We gaan eerst even afronden en als er weer wat boven komt, kom ik gewoon een keer weer. Hartelijk bedankt. Ik vond het erg leuk. Je hebt een heleboel activiteiten ontplooid.
gelukkig ook erbij bij de Scania. Je bent dan heel tijd, zeg maar, fulltime beschikbaar voor dat. Ja. Ja. En al reuzen met de motorcross. Ja, en, dat vind ik ook, achteraf wat ik dan zie, dan bleef aan de hoefijker, gebeurt het niet. Dan werk je deur. En dan op een gegeven moment, dan kun je niet meer, of dan overleven. En als ik nog visie te mijn service, niks meer, alles mag. En dat houdt je om, hij mag weer zijn. Ja, dat doe je kennelijk hier van allerlei. Ja, ik ben soms nog een te duiden. Ja. Die vrouwen zeggen me, er zit nog meer op de agenda dan toen je werkt, ik mag zo zeggen. Zonder minder op. Hartstikke bedankt. Ja, oké. Okay. En nou, hou het goed, blijf gezond. Ja. En ik kom graag nog op allerlei plekken tegen in Oké, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Tot zo. Jo.